het idee van het Brugge-project dateert dan ook uit mijn studententijd. Het is zo dat we gedurende de lessen fotografie, natuur tekenen, heel vaak de haven introkken. En eigenlijk met het ontwikkelen van de negatieven in de donkere kamer kwam ik tot de constatatie dat eigenlijk de haven van Antwerpen heel grote monumentale vormen heeft. Maar naar mijn gevoel was dus eigenlijk hetgeen het mankeerde, dat dat eigenlijk kleur was. En eigenlijk zo is die idee beginnen spelen van iets in de haven van Antwerpen te mogen doen eigenlijk, of te kunnen doen. Oui, surtout en dessous d'un pont, bon, chaque coup qui se lève, ah, tiens, c'est nouveau, c'est mieux que voir regarder un fer qui se lève et tout ça. Donc retrouver un truc d'art en dessous d'un pont, c'est un peu bizarre au départ, mais en fin de compte, c'est bien parce qu'au moins on découvre quelque chose de bien. Mais ça surprend voilà. Au départ. Ça surprend au départ, c'est tout. Zeker, waarom zou dat niet kunnen? Dat is toch een aangename verrassing. Om, als je voor de brug staat, is het toch mooi om naar te kijken. Vind je niet? Zo.